We gaan eens even kijken wie vermoord heeft met wat in welk cel. Goedemorgen, het is woensdag en we zitten in de auto. We gaan nu naar het schadebedrijf, na de aanrijding van gisteren. Dus ik ben benieuwd, want ik kan natuurlijk alleen de... Maakt niet uit. Ik kan alleen de schade van buiten zien. Ik kan alleen de schade van buiten zien, maar ik weet natuurlijk niet of er ook schade van binnen is. Want de schade van buiten zie je niet heel veel aan, maar de klap was best wel hard gisteren. En de jongen die op mijn auto inreed, die had ook best wel veel schade. Dus ja, het wordt nog even spannend. Nou is alles verder wel goed geregeld hoor. Dus dat als de auto hersteld wordt, heb ik gewoon vervangend vervoer en alles. Dus dat is allemaal niet het grote probleem. Maar toch, dat wordt even afwachten. Ik ben benieuwd. We gaan het is zien. Ook wel vervelend. Het is gewoon vervelend. Het kost me toch weer tijd. We moeten nu heen voor een schadebepaling en een afspraak maken. Dan moet ik er toch weer een tweede keer heen om de auto weg te brengen voor de reparatie. En dan moet je er weer een derde keer heen om je auto op te halen. Dus ja, al met al ben je best wel veel tijd eraan kwijt. Dat vind ik wel echt heel zonde. Maar goed, hè, niks aan te doen. Het mag blij zijn dat het gewoon geregeld wordt. Daar hou ik me dan maar aan vast. En weten jullie wat een herhaling is? Schrijf het dan onder de reactie nadat we weer reacties kunnen schrijven. Oh, oké. Okay. We zijn weer in de auto. Ik heb net even de auto bekeken en de papieren in orde. Dan moet dat verslag nu naar de verzekering. Waarom krijg ik die auto proberen er nou niet in? Die komen toch echt uit de auto. Oh, zo. Dus dat gaat nu opgestuurd worden naar de verzekering. En dan moet dat goedgekeurd worden. Nou, ik zie geen reden waarom niet. Want we waren de plekken al overheen dat hij zomaar uit een parkeervak rijdt zonder te kijken. En ik gewoon normaal reed. Dus wij hadden daar al geen discussie over. En de verzekering die ik gisteren sprak, was het daar ook volledig mee eens. Een getuige die het heeft gezien, die kon dat ook bevestigen. En we zitten bij dezelfde maatschappij, dus het zou niks hoeven uitmaken. Dus, maar goed, ga ik zo. Nee, en alleen, het is, zou heel even wachten. Het is schijnbaar zo druk nu bij de garage, wat je niet zou verwachten, aangezien weinig mensen auto rijden. En het is echt een schadeherstelbedrijf. Dat de afspraak voor reparatie pas over 4 weken staat. Echt. Dat vind ik dan wel weer echt absurd. We hebben die wel vastgemaakt. Mocht er nog problemen zijn, kan die altijd verzet worden. Even wachten, Mop, want je praat maar door me heen. En ik praat heel de dag met jou. En soms wil ik even een paar minuutjes wat zeggen. Dus 4 weken wachten en anders wordt die eventueel verzet. Dus ik hoop het niet, want ik vind het nogal vervelend. Maar goed, ik reed net wel langs de praxis, dus daar wil ik heel veel stoppen, want ik wil nog 1 ding voor in de slaapkamer. Dat is het laatste wat ik nodig heb. Wat, hè? En iets voor boven het bed, dat ga ik je zo uitleggen. Dus aangezien we er toch langs rijden, wil ik daar gelijk zo even kijken. En dan naar huis en dan kan Sarah even goed verder met de school. En ik heb echt wel veel te doen wat ik nog wil doen. Oh ja, we moeten nog even naar de supermarkt, want ik had een paar dingen die ik gisteren weer niet kon kopen. En die heb ik echt nodig voor vanavond. Dus we hopen maar dat dat er zo is. Zo, eindelijk weer thuis. Het heeft even mogen duren, want het duurt allemaal zo lang bij winkels met wachttijd en alles. Maar, om het even positief te houden. Ik heb plankje, deze is voor boven bed in de slaapkamer. Dus die moet opgehangen worden. En behalve misschien nog wat erop moet, heb ik dan verder echt alles in huis wat nog in de slaapkamer moet. En ik heb net even het laatste bakje soep opgewarmd van de soep van gisteren. Als late lunch, want ik heb echt zo'n honger nu. We zijn zo lang dood geweest. Dus ik ga zo nog even snel wat in het huishouden doen. Want daar kom ik ook niet echt aan toe de afgelopen dagen. Dus ja, en daarna even lekker rustig bijkomen.
En we zijn gearriveerd. En we gaan weer een derde spelletjesavond doen. Netas heeft onwijs zijn best gedaan. Allemaal lekkere hapjes op tafel gezet. Chips. Ja, ik heb zo nog meer hapjes. En het eerste spel wat we gaan spelen, dat is Cluedo. Volgens mij is Groenewoud wel een beetje ziek. Corona. Hij is gevallen. Orlando is ook weer in de house. Netas is een worst aan het eten. We gaan eens even kijken wie vermoord heeft met wat in welk zaal. Even stiekem kijken welke kaart we hebben. Heel die camera, hele aardbeving. Kill, als je dat stiekem wil doen met schermpje omhoog, kunnen we het lezen, hè? Take two! Nee, we gebruiken gewoon take one. Nee, take two. Even blooper, gag reel eronder in de link in de video. Ja. We gaan even kijken welke kaart ik getrekt heb. Ja, dat was de worst, hè, Kelly? Even kijken welke kaart we hebben. Ja, je denkt, nu kan je het lekker niet zien. Ja, precies. Ik vond hem wel leuk. Hier zullen we het mee moeten doen. Even kijken of we kunnen ontmaskeren wie het gedaan heeft. Kijk, ik heb het opgelost. Orlando heeft Kelly met een kandelaar de hersens ingeslagen in de eetkamer. Nou, hapjes zijn klaar. Wij gaan zo verder met het tweede portie Cluedo. Tijdens het snijden van voor de hapjes voorbereiden zat ik me opeens te denken. Mocht ik nou ideeën hebben voor hapjes die we snel kunnen maken tijdens een spelletje of een vrijdagavond of andere ideeën, laat ze hieronder even in de comments achter. Misschien dat we ze kunnen meenemen in een volgende vlog of in de volgende week. En dan eens kijken of ze kunnen uitvoeren. Ja. Wij gaan weer verder. Oké, opnieuw. Natas, ik moet je wat vertellen. Vertel. Hey, ik word nou gewoon. Dit is Spaanse soep nou ook weer. Ja, dat. Dat. Okay. Orlando stopt graag worsten in zijn mond. Ik was nog tik 4. Natas, ik wil je wat vertellen. Vertel. Orlando stopt graag borsten in zijn mond. Dat weet ik. Tijd voor het spel nummer 2. We gaan Halligalli. Het heet allemaal Halligalli. Het spel met de bel spelen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ik moet wel even een beeld, dat is wel leuk. Jij bent begonnen, dan gaan we gewoon van links naar rechts. Oké, kijk. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dit staat als de spuugschouwer. Mm-hmm. Oh, daar ben Chubby Bunny. Moet daar vooral nog niet kwijlen. Chubby Bunny. Hou wel aan elkaar.
Chubby Bunny. Ik had geen koud, hè? Nee. Chubby Bunny. Ik had het ja. Tabby Bunny. Nee. Tabby Bunny. Hij heeft kouwen. Ik weet niet wat kouwen. Hij heeft kouwen. Tabby Bunny. Dat is zo genoeg. Tabby Bunny. Chubby Bunny. Gewoon ook doorgaan, hè? Hier, kom. Chubby Bunny. Met deze vallen uit elkaar. Zo, jee. Hoe valt die borsten? Ik zeg wel eens klaar. Zet hem. Deze vallen echt uit elkaar, dat gaat niet goed. Chubby Bunny, hier is het. Zie je weer? Wij brengen mijn balans en Kelly brengt er wel weer terug. Ja, elke keer staat hij er maar weer. Ja, dat was echt een sticker. Net met die aap, iedereen dacht hij valt, maar hij viel niet. Deze zijn verkeerd. Kelly en Orlando zijn gezellig weer in huis, dus ik ga lekker slapen. Ik wil je nog bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, een duimpje achter te laten en reacties vind ik ook altijd heel erg leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!